1500 meter door Samolenko, tegenwoordig Dorofschik geheten. Dit 14 vrouw sterke veld voor de 1500 meter. Niet van de partij, want die ging niet naar het Russische kampioenschap en Algerije. Want de slotverrekening Vriesde was bij de Pan-Amerikaanse Spelen op de 1500 meter beter dan op de 800 meter. Daar kwam ze vandaan, van Cuba. Het gedrang voorin met Melin. En breed uit bij Clea, andere Roemeen. Patricia Vriesde daar een beetje achterin. Tot dusver is die pupil van Heiko Scharm goed geweest in het positie kiezen. Nu aan de buitenkant. Een beetje geschud worden dit veld. Rogachova, Sovjet-Unie op kop. Dan Melinde, dan Beklea, dan Boelmerka. En de 15, de gat Maai gewaard. Dat was de Duits. Laten we dat maar normaal noemen, ook al gezien de tijden die hier eerder zijn gelopen. Rogachova. Dan Sirma uit Kenia erachter. Want op 2 jaar in Japan is hier masseuse. Keniaanse. Op de tweede plaats. Klemmer is er ook in het zwart, Amerikaanse. En Vriesen zit achterin. Bij Kiesling en Mai. Twee Duitse loopsters. Twee ronden. Rogachova. Sirma. Naar Linte. Klemmer aan de buitenkant en helemaal aan de buitenkant de Poolse Riets met de rode broek. Letitia Vriesde achterin. Achter nog steeds die twee Duitse loopsters. De vierde van achteren. Nog altijd Rogachova. Wereldkampioenen indoor dit jaar. Op kop. Dan Sirma, dan Melinte. Aan de binnenkant Dorofski. De vroegere Samolenko. Gaat nu aan de buitenkant lopen. Op de vierde plaats bij het ingaan van de laatste ronde. De Tietje Vriesen moet afhaken. Melinte, Sirma, Boelmerka, de Algerijnse. Daar op de vierde plaats loopt dus de winnares al van de 3 kilometer. Nadat het tempo is gemaakt door Rogachova. Dat leden met staak, de Russische. De vierde plaats, dat is de favoriete. Melinte, Boelmerka en de Russische. Die zo gemakkelijk liep op de 3 kilometer. Van begin tot eind. Een aanval van. Op de vierde plaats. De Rogachova nog een keer. En Boelmerka blijft buiten bereik. De Algerijnse. De Algerijnse wint het. In 4-2-22. Vriesde eindigt nog op de achtste plaats. Die 23-jarige Algerijntje gaat uit haar dak. Afrikaans